We staan hier in de fotoacademie, nabij het Centraal Station, met Muriel Mager. Met werk De Parel, De Maan en De Vlieg. Bevind jij je in het genre van de fantastische fotografie? Ja, voor deze expositie zeker. Dit is voor mij ook een onderzoek en een eerste uitstapje richting deze vorm. Mijn afstuderen was heel erg geënt op de fantastische fotografie aan de Academie Den Haag. En dat heb ik eigenlijk een x-aantal jaar niet meer gedaan. En ik voelde wel weer door deze expositie de aandrang om daar eens een keer weer wat mee te doen. En wat is er zo fantastisch aan deze foto's? In de stijl van geanceneerde fotografie, wat fantastische fotografie ook eigenlijk is, is mijn werk wat hier getoond wordt in die traditie ook gemaakt van de fotografie. Dus het is allemaal geanceneerd en conceptueel gestaged, wat ook wel andere benamingen zijn daarvoor. Ja. Dus geanceneerde fotografie is fantastische fotografie. Mijn associatie is een beetje sprookjesachtig, maar ben ik dan heel... Ik kan ook. Mijn interpretatie is meer geanceneerd en niet per se de sprookjesachtige insteek die anderen hier wel hebben gehad. Maar dat is natuurlijk de vrijheid binnen de fotografie, dat jij altijd zelf kan bepalen wat jouw insteek is tot het onderwerp. En als we over één specifiek werk mogen praten, waarom heeft een ogenschijnlijk bloemstuk van jou de titel De Vlieg? Omdat ik het wel interessant vind om mensen te triggeren, te laten kijken naar wat ze zien. Veel mensen kijken, maar zien niet wat er gebeurt. En door zo'n kleine hint te geven, probeer ik mensen beter te laten kijken naar hetgeen wat zich voor hun afspeelt. En het is misschien wat voor de hand liggend aan de ene kant. En had ik het misschien ook achterwege kunnen laten omdat het dan misschien spannender was geweest. Maar vond ik het aan de andere kant ook wel weer interessant om dat toch dan te tonen en te kijken of mensen het dan alsnog zien. Want dan gaan ze zoeken en ook beter kijken. Dus. En dat is uiteindelijk ook wel, vind ik wel belangrijk, dat mensen goed kijken. En heb je dit werk speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt? Ik ben wel, toen ik hiermee dacht ik ga dit doen, ben ik wel bewuster ermee gaan werken en ook mee bezig gaan houden. Dus ja, ik heb dit wel hiervoor gemaakt, ja. En de expositie van de fantastische fotografie bevindt zich op meerdere plekken in Rotterdam. Ja. Ben je blij met de locatie waar jouw werk hangt? Ik vind het een hele goede plek. De Fotoacademie binnen Rotterdam heeft een vrij belangrijke rol naar mijn idee om fotografie toch beter te profileren. Er zijn veel mensen die fotografen zijn, maar hier worden wel mensen ook onderwezen. En ik vind het dan ook goed dat hier exposities worden gegeven van mensen die aan fotografie doen en ook laten zien wat fotografie is. Dus ja, wat dat betreft ben ik daar zeker wel blij mee ook, ja. Want je zegt, je bent zelf afgestudeerd in de Academie van Den Haag. Hoe lang is dat geleden? 2001, Den Haag. En daarna ben ik tweede fase gaan doen in Breda. Mijn ME, dat heb ik 1 jaar gedaan. En in 2004 was ik daar klaar. Dus ik ben sinds, begin 2005 voor mezelf aan het werk. Ja. En maak je nu alleen maar vrijwerk? Nee, een combinatie van vrijwerk en opdrachtwerk doe ik. Vrijwerk vind ik wel prettiger om aan het werken, maar dat zal elke kunstenaar denk ik met me eens zijn. Maar opdrachtwerk is natuurlijk ook nodig om geld te verdienen en heeft ook bepaalde uitdagingen die je misschien niet in je vrije werk snel vindt. Heb ik nog 1 vraagje over De Parel. Het borduurwerk, heb je dat zelf ook gemaakt? Nee, zelf gekocht. Dankjewel.